qua gevoel ten eerste, voordat we gingen bespreken, zeg maar, hoe of wat, had ik qua gevoel dat het eerst Nina zou worden. Dus we hadden toch nog te twijfelen of we naar Cindy gingen. Dat we de 21ste met iemand anders gaan optreden. Oké. Dat is nog in je agenda, want je bent geworden. Echt? Ja. We zijn, ja, officieel moeten we repeteren, maar we zijn... Ja, sinds Sinds is vandaag een beetje melig. Dus het repeteren gaat niet al te goed, maar we doen ons best. Het valt best mee, zeg ik zelf. Lucas in de Big Bug. Even kijken, want ze zijn nu allemaal het podium aan het opzetten en zo. En even kijken of hoe het hier gaat in staat met voorbereidingen. Even kijken. Terwijl Remy en Cindy rondkeken, was ik achter gesloten deuren druk in discussie. Ja, dat was een beetje miscommunicatie met het bestuur en de programmeur. Gisteren in de Buk, we zouden even gaan kijken, we hadden eerst een repetitie hier zo met Cindy om, voor het optreden. En we zouden gisteren langs de Buk gaan, om maar eens aan het opbouwen. Even kijken hoe alles ervoor stond en hoe het podium zou nu staan. En dat was allemaal zo en de opbouw ging allemaal heel erg goed. Alleen we kregen te horen dat de helft van de vergunning niet helemaal rond was ofzo. Ja, om een lang verhaal kort te houden. Ik was echt pist. Want er was een aantal maanden geleden al tegen ons gezegd van tuurlijk, jullie kunnen 6 uur open regelen voor jullie. En nu 2 dagen van tevoren kom ik daar binnen en zeg ja, het hele feest kan niet doorgaan. Sorry, we hebben een foutje gemaakt. Dus my man, Lucas, die heeft hulp geregeld samen met Sil en Niels natuurlijk. Voor te kijken wat ze nou nog konden, wat ze eraan konden doen en hoe het nou precies in elkaar zat. We hebben er uiteindelijk al voor kunnen zorgen dat het gewoon doorging. Het was alleen nu niet 6 uur, maar 8:30. Maar ja, ik denk dat dat het beste is wat we eruit hadden kunnen slepen op dat moment. Dus dat zou betekenen dat 3 uur in de soep zou lopen? Ja, we hadden maar mee te dealen dat het iets anders liep dan we hadden verwacht. Voor mij was in ieder geval het belangrijkste dat iedereen gewoon een mooie avond zou hebben en de mensen die hierop afkomen, dat die met een goed gevoel naar huis zouden gaan. Dus we kunnen pas ongeveer om 9 uur beginnen. Dat betekent wel dat iedereen, ook de DJ's en wij waarschijnlijk ook, allemaal korter moeten gaan spelen. Dus ik ga morgen naar East Joe en dan gaan we kijken hoe we de setlist definitief gaan maken. Of we nog nummers gaan schrappen of of het echt gaat lukken om de hele... We kunnen wel 1,5 uur spelen. Dat is wel heel cool. Maar we moeten om 9 uur beginnen en een kwartier van tevoren gaat de deuren open. Dus dan is de inloop nog heel erg bezig. Dus we gaan even kijken hoe we dat precies gaan regelen. We hebben 4 nummers tot nu toe. Waarvan we er sowieso 3 gaan doen. 4 zijn we nu heel hard aan het oefenen. Het gaat steeds beter, maar komt goed. Hoop ik. Ja? Ja. Oké, ik kom net van repeteren af met Remy en Cindy. Kom even kijken, maar wat ziet het er geniaal uit. Wel, hè? Echt genieten dit. Ja, hard werken, maar... Goed voor elkaar gekregen. Ja, zeker vet. Dus als je daar... Wacht, nog even zien. Dat licht, wat daar doorheen komt, is straks daar ook allemaal. Dit wil ik al sinds vorig jaar oud en nieuw. Genieten.
duidelijk. En nu heb ik meer tijd gehad om dat te kunnen doen. En dan zie je het resultaat dat het er ook een stuk beter uitziet. Ja, en zo komt het Music Talking Event wel heel dichtbij. We zijn bij Easy Joe om de laatste avond van tevoren nog even de puntjes op de i te zetten. I've Got a Feeling en Billie Jean, die was gewoon echt super tof. Wat gewoon het mooie ook was, was dat Remy eigenlijk gewoon een beetje bezig was met I've Got a Feeling met Cindy. En uit het niets begon hij Billie Jean op te spelen. En we hadden meteen zoiets van, ja, dit moet gewoon in de show. Dus die was meteen, die zat er meteen eigenlijk in. Just like a star, just like was door de tijdsdruk alleen ook nog een nummer dat op de dag zelf eigenlijk pas besloten zou worden of die echt uitgevoerd zou worden. En we waren dan bij Easy Joe bezig voor de laatste repetitie, de avond van tevoren. En toen moest eigenlijk alles nog aan het nummer uitgewerkt worden. Kijken hoe ze het gingen doen met z'n tweeën. En ja, dat was natuurlijk wel spannend voor ze. Just still I wonder why it is that I don't argue like this with anyone but you. I do it all the time, blowing out my mind. You've got this look I can't describe. De volgende keer bij Music Talking.